hier aan op hem. Belletjes, belletjes, tingeltangeltjes. Wat zit die vlags daar stil? Is hij voedsel aan het vangen voor de kinderen? En... Patricia, het was niet moeilijk voor jou iets te kopen. Of je het leuk vindt, dat zullen we maar hopen. Voor eigenlijk meisjes is er keus in overvloed. Word nou niet kwaad, Sint bedoelt het goed. De combinatie van jou en je vriend is iets wat even aandacht verdient. Jij springt op de trampoline hoog en laag en Richard komt thuis met een grote schuimkraag. Zou je daar niets aan kunnen doen? Jij als enige echte kampioen, maar behalve zo'n trampoline springen ben je ook erg gek op ringen of sieraden in de algemene zinnen. Hebben we kampioen in ons midden? Volgens mij wel. Wat doe je die dingen allemaal in? Nederlands. Sint... Kampioen! Sint heeft daar eens diep over nagedacht, maar heeft het daarmee niet ver gebracht. Hij heeft Piet toen de opdracht gegeven zich eens lekker uit te leven. Die is op zoek gegaan en heeft iets gevonden, zodat we dit verhaal nu af kunnen ronden. Pak maar uit en zoals je ziet is dit de keuze van Zwarte Piet. Even lachen. Cheese. Ja. Bijna anders in dat je dat allemaal weet. Nou? Ja. Te waardoor. Kampioen, we even omdraaien. Wacht, draai hem even om. Ja, die moet heel blijven. Ja, die moet heel blijven. Heel blijven. Daar is over nagedacht. Nee, dat is even nagedacht, ja. Ja, hoor. Zeg je? Dat is over nagedacht. Je moet goed kijken. Zo. Pushje. Kijk het, Patrice. Nou, nu had je het. Ga maar even zitten, Ramon. Ramon. Nee, ik heb een beetje en heb ik in je glas gezet, heb ik een flesje... Pizza, amigo! Oh, nou, Michel is anders heel bij de hand erin, hoor. Oh, ja, maar waar is het aan de binnenkant? Doe hem over je hoofd, misschien vind je hem dan. Ja. Ah, een dubbele bonen! Ja. Pizza? Dit is de very nice van. Ja, dubbele boot. Oh, nog een dubbele boot. Oh, dat is goed. Dus kort in mijn velje. Zo. Mooi zeg. Oh. Oh. Ze is zo gauw tevreden. Oh. Oh. Ja, inderdaad. Pardon. Dank je. Hij heeft mij niet door. Een rode borst. Oh, een rode borst. Ik heb hem al zijn. Zit er ook een schilderspalet in? Oh, wat leuk. Ja. Ja. Zo, oh, je bent gelijk. Ik dacht dat een bumper om je bus te maken. Hey, dat... hey, leuk zeg. Ja. Nog meer? Nee. Hallo. 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 Je is gauw tevreden, zeg ik. Joepie. Hey, dit is nog eens een moeilijke joh. Laatst stond Sint overboord te vissen. Ziet hij Max daar zitten vissen? Sint die vroeg zich af, wat zit die Max daar stil? Is hij voedsel aan het vangen voor de kinderen en Wil? Toen zat Max nog zonder aas. Wij vinden dit zo sneu voor jou, daarom dit van Sint en Pieterbaan. Weet je, een kleine rap in, die kan ook even slappen. Ja, dat is leuk. Dit was ook een aardige, die je op de hoogte neemt. Hoe zit het daarna? Wacht, ik heb het over. Is er daar geen kantje uit? Ja, vis. Ja, kijk eens. Ik zeg het, godverdomme toch. Wil. En de bus nu raakt naar uw rot zo, joh. Ik weet het eindelijk eens zeggen. Wil! Vouw open! Even open de foto. Hij is godverdomme nog opgevreten, hoor!
zie je niet. Val open. Haal het omhoog. Haal het omhoog. Hé, zal ik de rest voor Max meenemen? Helaas, dit was een geintje van de Pieterbaas. Het volgende cadeau zul je nog nodig hebben. Een handdoek en de washandjes. Ik neem hem even verpakt. Zullen we hem even van die verpakt? Hé, in de zakzak ligt en die zak op balkon. Ja, ben je gelijk. Nee, maar ik vind het wel zonde dat ze die makreel hebben opgegeten. Ja, die zijn slim. Had het geen volle... Ja, ik hier even een doek neem en een mondelijke man. Ik breng mijn eigen handdoek mee. Ja, hartstikke leuk. Zit er nu wel? Hier, kijk dan, Ries, Max, Ries en Dennis. Waar is Hoef? Tadaa! Ja. Meenemen. Ze gaan allemaal weg. Oh, gast van huis. Oh, jij kookt blikjes? Ja hoor, ja hoor. En af en toe krijg je een makreel. Rijn. Beste Marlies, Sinterklaas kapoentje. Voor Marlies niets in haar schoentje. Deze Sint kan niet goed rijmen en gaat dus niet rijmend verder. Ik moet zeggen. Ik moet zeggen dat je de laatste tijd erg lui bent geworden. En je maakt het jezelf wel makkelijk in je keukentje met je nieuwe magnetron. Vandaar dit fornuis. Misschien kun je dan wat lekkers voor mij en de Pieten klaarmaken voor als wij 5 december langskomen. Groetjes Sint en de Pietjes. Die draaien het verder. Ja. Nodig zagen ze gelijk weer uit. Hij nodig zagen weer uit, die zit er klaar. Die vent is zo goed dan. Dat valt zo'n Ja, dat kan niet meer zagen van station wezen die tijd dat ze die zagen altijd uitlopen. Dat is zo. Smits. Smits kan ook doen. Die is Sinds. Dat is leuk. Kan niet anders. Wat is het? Wat voor een jongen? Oh, nee. Cadeau. Smits. Smits doorgestrekt. Sinds. Smits. Allemaal zakjes chips. Oh, ik ben inderdaad bij je landschool hoor. Een grabbel. Die hebben er zo zitten grabbel allemaal. Schuren. Kijk even waar die krant vandaan komt. Kun je het zien? Is het een Haagse krantje? Het zijn bolletjes. Dank je. Kranten? Nee, schamma joh. Die wil vrij. Ja. Voel je wat? Ja, daar is hij. Foto. Charatelle. De seksliffie. Stop. Het is zo zwaar. Ja, maar de kaars. Ga je doen je knieën? Kaars uitschorreld. De zuiverslop. Ja. Zo snel bij. Oh, leuk. Oh ja. Notitieblokje. Oh ja, met die leuk. Nee, dat is voor. Sleutels op tafel. Sleutel. Ja, dan nog theedoeken. Liesje. Kan ook. Ik zal het laten zien. Ja. Heel leuk zeg. Dankjewel Sinterklaas. Die eentjes. Dankjewel Sinterklaas. Eentje de baasjes. Schattig. Leuk. Nog 50 jaar. Daar hebben we wat van, Mies. Dankjewel Sinterklaas. Opschrijven wat je eet, hè. Want ik ook vaak deze hele groep weer belangrijk. Kijk, hoe moet je dat plakken? Op knieën. Hadden wij snel aangeschreven. Op ja, dat is een raampje opgezet. Nou! Zeg,
zegt die juffrouw een rabonkel, wat is dat dan? Hij zegt dat is zo'n klein kutgebouwtje met zo'n lul. En hij doet het niet. Waar is die van Ramon? Hij zegt, ja, die hebben we in de keuken als ventilator. Langzaam rood en het gaat 120 km per uur. Ja, vliegertje. Een kikker in een mixer. Zwit en het is vierkant. Geen idee. Pingpongblokje. Hey, wat was nou 12 meter lang met vier tandjes? Polonaise door een bejaarde. Zwart, niet leuk, hè? Het is zwart en wit en het zit in de hoekie te huilen. Suriname met een scheermesje. Nee, een non die verkracht is. Het is zwart, wit en rood en het zit in de hoekie te lachen. De pater die er naar kijkt. De pater die er naar kijkt. Doet u niet zo over Mali Bella? Zegt die Bella. Hij heeft er misschien een vuurtje van. De paus heeft vooral een speech op bij het Vaticaan. Hij zegt, kennen ze mij ook allemaal? Hij zegt, zou je er niet op? Hij zegt, ga maar mee. Hunnen gaan mee. Afijn zondags, de paus houden toespraak op het Sint-Pieterplein. 100.000 mensen, Henkie komt al lopen, allemaal Henkie. En de paus die ziet dat zo door die microfoon. Hij zegt, Henkie, kom lekker op het balkon naast mij staan. Joh, zeg, dan moet je tussen die gewone mensen. Dus Henkie, dat balkon nog. Kijk naar mij, die ziet zijn vriend over de grond rollen. Hij weer terug naar beneden. Hij zegt, komt hij bij die vent dan? En die legt een gieren van het lachen. Hij zegt, wat is er? Hij zegt, wat ik nou mee maak is ongelukkig. Hij zegt, komt er een Japaner naast me staan? Hij zegt, wie is die vent? Die naast een kies dan. Doorgegaan. Ja, die is ook die is ik kan het mouwen. Ja. En die honden. Ja.
Nee, we zijn er. Waarom denk ik iedere avond whisky kraak? Jij bent een verkeerde man, heel zeker. Dat is een beetje zo. Er staat een vrouwtje op 2 hoog, een paar meter. Niks, en zegt hier, heb je van mij een bul? Heb je van mij een bul? Die man kent niet je bul. Dat ik gewoon zeg in de kamp. Dat die een beetje kunnen raden. Ik speel dat ook voor mij. Daar zitten ze. Nou ja, Ramon heeft een rolletje, er is nog een rolletje in. Zat ook ik vind 18 het leuker op. Als ze ontwikkeld zijn. Ja. Ja. Hallo. Floydans, Floydans. Dus Floydans. Hij maakt uit het dak. Die heeft de smaak te pakken. Oké, okay, nou beest. Ja. Dit is een nasty beest. Nee. Gemeen, dat gaat niet goed vanaf. Laat me maar worden. Ik squashen morgen met mijn vriendin. Wordt helemaal lach. Squashje? Ik moet squashen. Hij zit het zeker pas, ik sta stil, mijn vriendin loopt. Ja. Dan word je niet flitsen, want dan heb ik niks meer. Dan geef je als ik nog wat heb. Yo. Ja, dat is even snel een stuit. Als je eerst getrekt is. Zo kan ik het. Van de 64. 64? Ja, kom op, weer zit op de stuit. Ja, een beetje snel een stuit. Wil je ook lauw van? Wil je ook lauw van? Ik ben een beetje op zoek.
Ben Helen. De zus van Albert. Nou, dan moet je hem wel inpakken hoor. Je hebt niet een vriendjob met zijn vriendin. Dan ging ik gelijk dat heilige ding. Die drumstelletjes ook moet je nooit aan kinderen geven. Dat is voor rampen neer als een aandacht. Echt. Ik zet hem heel mooi op het geld uit. Ik heb een beeld van hem pakken. Dus veranderen zoals ik wil. Kreeg ik ook inderdaad kennis met die kinderen.